opnieuw een incident bij jeugdgevangenis Den Heiakker in Breda. Een 19-jarige gevangene is vanmiddag overleden na een steekpartij. Rond 3:30 vanmiddag kwam de melding van een steekpartij binnen. Er kwam veel politie naar Den Heiakker toe met kogelwerende vesten aan. Een 20-jarige gevangene is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Breda bij Den Heiakker is verslaggever Raymond Merks. Raymond, wat is het laatste nieuws dat jij hebt? Ja, zojuist is duidelijk geworden dat er ook nog een 18-jarige gevangene hier van Den Heiakker is opgepakt als verdachte in deze zaak. De meeste politie is hier nu weg, toch staan er nog een aantal politieauto's en ik zie ook nog een aantal auto's van de recherche hier staan. Ja, Raymond, het is niet de eerste keer dat het daar misgaat, hè? Nee, het is zeker niet de eerste keer. Eerder heeft de vakbond zich al beklaagd dat personeel hier in de Heiakker zich volledig onveilig voelt. En onlangs was er ook nog een ontsnapping van een 21-jarige verdachte. Die wist medewerkers van de gevangenis te gijzelen, is gevlucht naar België en raakte daar in een vuurgevecht met de politie en is daar neergeschoten. Dus het is in ieder geval duidelijk dat het onrustig is rondom deze jeugdgevangenis. Raymond Merks vanuit Breda, dankjewel. En zodra er meer bekend is over wat er bij Den Heiakker is gebeurd, lees u dat natuurlijk bij ons online.